Bij weer een nieuwe videoclip van de week. Deze week de gast hier in de radiostudio, de band Sirius. De landelijk bekende band Sirius is opgericht in 2008 en telt 5 leden. Jan Belsma, Robert Spannings, Vincent Zaalberg en bij ons de gast John en ik van de band Sirius. Hoe is de band ontstaan? Dat is in 2008. Hebben de bassist Jan Belsma en ik zijn de band begonnen. We zijn met elkaar in contact gekomen. Hebben gemerkt dat we gelijk een muzikale klik hadden met elkaar. En toen zeiden we op een gegeven moment volgens mij speel jij een instrument. Ik zei ja, klopt, ik ben gitarist. En zo zijn we een keer samen op een avond samen muziek gaan maken. Een beetje gaan jammen en vervolgens is daar het schrijven van nummers verder uit ontstaan. En dat klonk eigenlijk in eerste instantie best wel redelijk. Dus we hebben gewoon doorgepakt en nieuwe nummers geschreven en dat zijn we blijven doen. En zo is eigenlijk het hele bandje ontstaan. John, jij bent er later bij gekomen, begreep ik. Ja, dat klopt. Ik werd een dag wakker en toen was er nog MySpace. En dan kreeg ik een berichtje binnen. En dat berichtje de naam We Are Sirius. Weet ik nog. Nou, wat is dit? Ging even naar de MySpace page van Sirius kijken. En dan ging ik luisteren. Oh ja, dit is echt wat ik dan tof vind om dan mee in te werken. En ik werd gevraagd om gewoon om een auditie te komen doen. Jullie muziek, hoe kun je dat nou het best omschrijven? Nou, het gaat eigenlijk voornamelijk om de gitaar. Dus het is echt bombastisch, filmisch. En als je dan in de biografie leest, we hebben omschreven raw, yet gentle. Dus het is ruig, maar toegankelijk. In Amerika is jullie muzieksoort wel heel erg boem meer. Ja, dat komt. En jullie blijven wel in Tilburg, of in Nederland in ieder geval. Ik denk dat je hebt natuurlijk trendsetters en trendvolgers. En ja, wij zijn wat dat betreft meer een trendsetter en dan we gewoon de muziek, inderdaad Amerikaans invloeden, daar wordt helemaal grijs gedraaid. Maar we willen juist dat ook hier van de grond krijgen. En omdat je natuurlijk weinig following hebt in dat bepaalde genre, is het moeilijker om hier van de grond te komen als band zijn. Maar goed, daar zijn we ineens nog steeds hard op mee aan de slag, dus wie weet komt dat vanzelf. We hebben net wat beelden gezien van live optredens voor jullie. Jullie hebben het redelijk druk met optredens. Wat kunnen we nog verwachten van jullie? Komt er nog een nieuwe single uit bijvoorbeeld? Nou, we zijn op dit moment bezig met songs op te nemen voor het tweede album. Het schrijfproces gaat continu door. En we zijn nu bezig met al die songs aan het uitwerken. Dus met gitaarpartijen opnemen, drums opnemen, vocals opnemen. Dus daar zijn we nu de komende periode mee bezig. Dus het duurt nog wel even wat die plaat er is, maar er is wel degelijk vooruitgang in wat we allemaal doen achter de schermen, om het zo maar te zeggen. Wij zijn Sirius. En dit is onze clip Circle of Lies bij Omroep Tilburg. Fearing it all, of hearing
seems no way out. Your feet is